Het lijkt erop dat de spanningen tussen Thomas Bergen en zijn ex-Eliane Zwijtvenning nog lang niet voorbij zijn. Op Instagram lijkt Thomas namelijk een duidelijke sneer uit te delen aan zijn voormalige liefde. Hij deelt een foto waarop de handen van een andere vrouw te zien zijn, en schrijft daarbij de tekst: stil winnen, vergezeld van een hartje. Een subtiele maar venijnige boodschap naar Elianne. De relatiebreuk tussen Thomas en Elianne gaat gepaard met het nodige moddergooien en dat lijkt nu zelfs op sociale media door te gaan. Elianne, die onlangs nog in het ziekenhuis lag, kon rekenen op de steun van haar familie en vrienden. Ze deelde destijds een veelzeggende post op Instagram: "Het meest trots ben ik nu op mijn familie, vriendenkring in Limburg. Iedereen schiet gelijk de hulp met betrekking tot de kids." Opa en oma doen ook echt alles voor Saint en Skymea, en het is nooit dat de kinderen hen niet uitkomen, of dat het even niet gaat. Prioriteiten heb ik tenminste wel op de juiste plek. Hoewel de post later werd verwijderd, was de boodschap overduidelijk een sneer richting Thomas. Ondertussen lijkt Thomas zijn tijd liever door te brengen met zijn nieuwe vriendin dan met zijn kinderen. Ondanks dat hij op zijn Instagram een verhaal plaatste van een dagje uit met de kinderen in de Efteling, meldt een juice-kanaal dat dit uitstapje allang heeft plaatsgevonden. Volgens het kanaal ontloopt Thomas vaak zijn vaderlijke verplichtingen. Toen Thomas werd gevraagd of de kinderen een nachtje bij hem konden blijven slapen, kon dat niet. Hij had een belangrijke afspraak. Een patroon dat steeds vaker naar voren komt, liever tijd met zijn nieuwe liefde dan met zijn eigen kinderen.